Hoi, mijn naam is Martin en in deze video geef ik je de truc voor meer rust in je hoofd. Dan wil ik eigenlijk eerst vertellen wat rust in je hoofd niet is. Als ik geen rust in mijn hoofd heb, dan of ik lig wakker of ik val moeilijk in slaap. Ik kan piekeren, ik zie beren op de weg, minder geconcentreerd, minder gefocust. Wat er in mijn hoofd. En op een gegeven moment zelfs kan het fysiek worden, hoofdpijn, nekpijn. Wat ik je wil leren, wat ik je wil meegeven, werkt echt. Het is ook gewoon best simpel. Kost geen moeite, moet ik eerlijk zeggen. Beetje misschien. De uitleg die erachter zit. We hebben tegenwoordig als mensen zo goed als geen mentale rust meer. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een kind van 2 of 3 jaar oud, die kan zitten en die heeft iets in zijn hand en daar kijkt hij naar. En die staat daarnaar en die is daarmee bezig. Die denkt ook verder niet. Als je 2 of 3 bent, dan zit je puur in je gevoel. Dan denk je niet na, goh, die heeft gisteren dat gezegd. Of morgen moet ik, puntje, puntje, puntje. Die leven in het moment. Nou, dat hebben wij niet meer. Want op een gegeven moment ga je steeds meer in je denken zitten. Dat is normaal, dat is logisch. Wat echter niet normaal is, dat ook eigenlijk op momenten van rust, dat we ons hoofd volstoppen met informatie. Je kon bijvoorbeeld vroeger nog wel eens bij de supermarkt in de rij staan. Of je kon in de trein zitten, het openbaar vervoer. Zonder dat je je telefoon pakte met informatie. Daar stond je gewoon te staan en een beetje te kijken. Net als die baby. In de auto rijden is tegenwoordig ook makkelijk met een podcast aan. Want we willen meer weten, meer informatie. Want dan zijn we slimmer. Hardlopen, koptelefoon, podcast. In plaats van hoofd. Even leeg. Fysiek snappen we hem wel dat we rust nodig hebben. Dat is wat meer geaccepteerd. Als ik vandaag naar de sportschool ga, dan heb ik morgen rust. Want ik train mijn spieren kapot, zodat ze in rust kunnen groeien. Een topsporter werkt ook op die manier. Die geeft alles wat hij heeft, maar die heeft ook zijn rust nodig. Daar zijn in principe de werkweken op gebaseerd. Je werkt hard door de week en in het weekend heb je rust. Die rust is er dus mentaal steeds minder. Het leuke was, een jaar of 2 geleden, zag ik een onderzoek. Zetten ze mensen in een leeg klaslokaal aan een stoel, tafel voor hun neus, met daarop een rode knop. Als ze op die knop drukken, krijgen ze een elektrische schok. Ze moeten 20 minuten in die ruimte zitten en niks doen. Gewoon wachten tot die 20 minuten voorbij is. Ze mogen op de knop drukken, maar het hoeft niet. Ja, bizar. 75% van de vrouwen drukte op die knop. Nee, sorry. 25% van de vrouwen en 75% van de mannen. Dat is bizar. Dat je dus liever een pijnprikkel hebt dan dat je je verveelt. Dus die pijnprikkel, die dopaminekick, die willen we dus graag hebben om niet in het moment te zijn of niet te hoeven voelen. En dus uiteindelijk ook niet te kunnen verwerken. Ik kijk af en toe naar beneden. Ik heb wat dingen opgeschreven. Alles loopt mijn hoofd over. Hoe werkt dat nu? Hoe werkt die truc nu die ik je wil uitleggen? Die truc heeft te maken met het dus zitten en niks doen. Ik ben dat eens gaan toepassen. Want wat uit het onderzoek kwam, als je dus wel zit in stilte, is dat je dus uiteindelijk creatiever bent, meer focust, meer rust in je hoofd, vrijgeviger. Dat was super interessant natuurlijk. Je geeft gewoon letterlijk meer aan goede doelen. Je bent empathischer. Je bent meer in contact met je gevoel. Nou, hier komt de oefening zelf. Wat ik dus doe, ik ga op de bank zitten of op een stoel. Ik ga voor het raam staan. Je gaat zitten en je doet niks. Geen muziek aan, geen boekje dat je leest. In stilte, er zijn ook geen andere mensen bij. En je zit. Kan 5 minuten, kan 10 minuten, kan een half uur. En hoe ik dat ervaar, als ik dan zit, dan gaan mijn gedachten die gaan. En soms racen ze. Zo kan ik voor mezelf wel aanvoelen van oké, dit onderwerp, dat race nu voorbij, dat is blijkbaar, dat moet verwerkt worden. En soms duurt dat 5 minuten, soms 10, soms die hele 10 minuten. En als ik stop met deze oefening, dan race het nog steeds. Soms ook niet. Soms is het best interessant, want dan zit ik en dan race er een onderwerp voorbij. En op een gegeven moment denk ik, hé, het is weg. Dan komt het volgende onderwerp. Het is een soort schijfdefragmentatie van onze hersenen, van ons denken.
Wat dus wel nodig is. Want als ik, praat voor mezelf, als ik dat dus niet doe, dan ga ik op andere momenten op de dag, ga ik daar last van krijgen. Of ik ga letterlijk rennen, of ik krijg inderdaad die hoofdpijn, of ik slaap slechter. En het is moeilijk. Ik dacht, ah, dat doe ik wel even. Maar dat valt best tegen. Ik kan me een van die eerste keren nog herinneren. Ja, dat ik ging zitten en na een minuut dacht, oh, ik moet dat nog even doen. En ik sta letterlijk op en ik loop er naartoe. Dus dat ik al binnen een minuut uit het idee was dat ik niks mocht doen. Dus dat is training. Dat is ook niet erg. Probeer het. Ik weet dat het je zal helpen. Het enige wat ik er wel bij hou is soms wat te drinken. Of een stuk, of een A4'tje met een pen. Want soms dan ben je bezig en aan het verwerken en aan het denken. En dan komt er een idee of je denkt, oh, dat moet ik ook nog doen. Schrijf ik het op en is het weg. Vergelijkbaar met meditatie vind ik. Maar toch essentieel wel anders. Omdat als ik mediteer, dan ben je toch op de een of andere manier gefocust bezig. Gefocust klinkt zo'n beetje gek. Maar dan, of het is een geleide meditatie, dan ben je iets aan het doen. Of je herhaalt een bepaald woord en hier hoeft echt niks. Ik vind dat persoonlijk wel lekker. Je zit gewoon en je mag aan alles denken, je mag alles doen. En wat dan interessant is, als je dan zo'n tijdje zit, dan kan het wel eens zijn dat je dingen gaat voelen. Dat als ik een kwartiertje zit, dat ik denk, hé, ik heb eigenlijk gewoon een spanning hier. Je lichaam geeft een signaal waar de stress zit, waar de pijn zit. De gedachte die erbij hoort, is voor mij dan een mooie koppeling, zodat ik weet van oké, daar heb ik last van. Ja, wat wil ik daar nog meer over zeggen? Eigenlijk niks. Het feit dat het vroeger normaler was dan nu. Dus grote denkers als bijvoorbeeld Einstein of Shakespeare, die gingen ook ergens in een hutje in hun eentje zitten. Door niet te denken, connect je met je gevoel en komen de ideeën. Wanneer het idee komt, ga je uit je hutje, ga je hem uitvoeren. Vaak hebben we nu de omgekeerde wereld. Laten we maar door. Want als we doorgaan en langer denken en meer denken, dan hebben we de oplossing wel. Terwijl af en toe de pauzeknop moet worden ingedrukt. Succes ermee! Mocht je iemand kennen dat je denkt, hé, hier is die voor. Kan je hem doorsturen, liken, abonneren. Thanks. Fijne dag!